Welkom, iedereen. En meer. Fijn dat jullie met zoveel zijn. Ik ben eigenlijk wel een beetje verrast. Ik voel mezelf op zo'n event als dit eigenlijk altijd een beetje vreemde eend in de bijt. Ik denk nou, oké, ik ben benieuwd wie er bij een sessie als deze aanschrijft. Maar geweldig. Beleving, dat is eigenlijk waar ik een stukje over ga vertellen. Wat voor mij heel belangrijk is om neer te zetten. En ik hoop dat ik jullie ook kan inspireren om er wat vaker over na te denken. Wat we gaan doen is, ik ga me eventjes voorstellen aan jullie. Kort krachtig vertellen, wat is user experience? Hoe beleef ik dat? Hoe zet ik het in? Waarom ik het zo belangrijk vind en ik ook over te brengen op jullie om het mee te nemen in alles wat je doet. Hoe je dat dan moet doen, wat Wonderland is, wat jullie Wonderland is, mijn Wonderland en waarom ik het zo genoemd heb. Wat human-centered design is en de sessie is een interactieve sessie. Best een uitdaging, normaliter ben ik in een zaaltje met 4 tot 10 mensen, kunnen we gewoon het gesprek aangaan. Dat is eigenlijk wat ik doe, het gesprek aangaan, bij mensen zitten, elkaar aankijken en praten en luisteren en dat omzetten in beelden. Dit is best wel een uitdaging, zeg maar, in zo'n grote zaal om interactie te hebben. Op het scherm ga ik dat proberen, hou je telefoon erbij, want ik ga vragen of jullie met jullie telefoon willen deelnemen actief in de presentatie. Misschien dat het hier en daar wat... het is een uitdaging om tussen de schermen te switchen, maar zo nu en dan zul je me misschien een beetje zo zien kijken. Dit ben ik. Ik werk als designstratege bij verschillende opdrachtgevers. En ik ga eigenlijk bruggetjes slaan tussen de businessdoelstellingen die er liggen en tussen wat er mogelijk is en wat je eigenlijk wil bereiken. Je hebt een ontwikkelteam, je hebt een business die heeft een hele mooie doelstelling neergelegd, maar hoe ziet dat er nou uit? En hoe gaan we iedereen meenemen? Want we weten natuurlijk wel, we kunnen alles maken, maar hoe gaan we elkaar daarvan overtuigen? En ik probeer eigenlijk dat niet met woorden te doen en niet met letters te doen, maar met plaatjes. Dus eigenlijk, designstratege klinkt mooi, maar eigenlijk is het, wil je een plaatje maken, de meest gestelde vraag aan mij. En die kan ik meestal maken omdat ik in sessies dicht met klanten ga praten, luisteren en weet of probeer te destilleren wat is nou nodig. En een plaatje begrijpen we eigenlijk allemaal. Human-centered design. Ja, design is vaak, we willen de mooiste dingen maken als designers. Soms vergeten we nog wel eens, designers doen dat, ontwikkelaars misschien ook, soms vergeten we nog wel eens, we maken het voor een ander, voor een mens. En die ontvanger, die moeten we wel kennen om te weten wat ze nodig hebben. Want ik kan fantastische dingen bedenken waar ik heel gelukkig van word, maar waar degene die het ontvangt en er iets mee moet, ja, gewoon niet blij mee wordt, of in ieder geval zijn taken niet kan doen. Dus human-centered design, dat is de aanpak die ik gebruik bij alles wat ik doe. Daar komt een stukje design thinking bij kijken. En dat, ik weet niet of jullie bekend zijn met die methode, maar dat is een methode waarbij je... allereerst gaat kijken, een vraag stellen, dat is op zich snel en makkelijk gedaan. Maar uiteindelijk is echt het probleem snappen en het probleem kunnen definiëren wat er opgelost moet worden, dat is toch het tweede. Dus door te vragen, waarom te vragen, kun je daarachter komen. En design thinking is een methode waarop je op een manier, door middel van metaforen, heel goed tot een oplossing kunt komen. En dat heeft niet alleen te maken met websites, applicaties, maar dat alle soorten problemen kun je daarmee oplossen. Alice in Wonderland, dat is het haakje. Dat is de titel waar de titel van mijn presentatie ook vandaan komt. Mijn passie, ik verzamel Alice in Wonderland boeken. En dat doe ik omdat ik het verhaal mooi vind. Maar eigenlijk nog meer omdat het verhaal door de jaren heen, door verschillende illustratoren getekend is. Het verhaal bestaat al heel lang. Dat is dus blijkbaar eigenlijk tijdloos. Maar beeld is wel degelijk gebonden aan de beleving en de context van de mensen in een bepaalde tijd. Daarom is die elke keer op een andere manier uitgebeeld. Ook in andere landen hebben ze Alice op andere manieren getekend. Blond haar, donker haar, naar andere jurkjes. dat is eigenlijk ook wat we nu natuurlijk willen doen. We willen dingen maken, diensten, services, die passen binnen de context voor de mens waarvoor we ze maken. Als we die vergeten mee te nemen, zijn wij ons feestje aan het vieren, maar komt het gewoon niet aan. Dus vandaar, leef je in degene waar je het van maakt, creëer het wonderland wat zij nodig hebben. Jawel. Willen jullie telefoon pakken? En ik ga dit een paar keer proberen te doen. Tussendoor. Want wat ik natuurlijk eigenlijk altijd wil weten als ik samenwerk met mensen of voor klanten, tegenover wie zit ik eigenlijk? Wie zijn jullie? Tegen wie ga ik nu een verhaal afsteken waar ik heel enthousiast over ben, maar ik heb geen flauw idee waarom jullie hier zitten, wie jullie zijn en wat er eigenlijk nou zo aansprekend was in dat hele kleine stukje tekst wat ik aangeleverd heb. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, jullie weten nu wie ik ben. Wie zijn jullie? Waar werken jullie? Ook een groot deel ontwikkelaar. Iets anders. Best veel iets anders. Kan iemand vertellen wat iets anders is? Projectleider. Functioneel beheer. UX design. Leuk. Goed. Op deze manier weten jullie ook gelijk wie er in je omgeving nu in deze zaal zit. Wat voor soort mensen er zijn. Dat is wat ik ook bij organisaties probeer te doen. Kijk, dit zijn we. We werken voor deze mensen. Maak het inzichtelijk. Ook dit is een plaatje. User experience. Dat is natuurlijk wat ik ga proberen uit te leggen. User experience. Het is de look en feel en de beleving die een eindgebruiker moet gaan krijgen van de applicatie of website of dienst of service, wat je dan ook maakt al. Misschien ben je gewoon als medewerker, zet je ook al een user experience neer als je aan een balie staat. Neem bijvoorbeeld op de luchthaven een van de stewardessen. Ook zij zetten al een experience neer door eruit te zien zoals ze eruit zien. Als je een dame in het blauw over straat ziet lopen met een kokerrok aan en een blauw colbert. Nou, jullie weten allemaal wie dat is. Dus die user experience is gewoon daar wandelend over straat, maakt niet uit. De kleur is precies goed en iedereen snapt het. En dat is eigenlijk wat je gewoon ook echt wel neer wil zetten. De juiste beleving, en dat doe je door dat het gebruiksvriendelijk is. Dat het de gebruiker voor wie je het maakt, dat het past in zijn context. Dat hij het kan begrijpen, want uitleggen wat er moet gebeuren of waarom iets is, nou, dan ben je ze dus eigenlijk al kwijt. Het is een soort van in één keer goed ding. En om daartoe te komen wil je vooral aan het begin heel goed kijken, wie heb ik nou tegenover me, wat heb jij nodig, zodat je de goede beleving neer kan zetten, de goede look, de goede interactie met de gebruiker en het scherm. En ja, het moet natuurlijk werken, maar daar gaan we gewoon vanuit dat het werkt. Want dit is natuurlijk gewoon, tuurlijk, we kunnen echt alles maken. Echt fantastische dingen neerzetten, maar het is gewoon wel voor de mensen die er iets mee moeten doen. En als we die eventjes vergeten, in al ons enthousiasme, want dat is het vaak gewoon. We zijn enthousiast over de service die we neer gaan zetten, we zijn enthousiast over wat we gaan brengen. Maar voor wie we het brengen, die moeten we echt wel erbij betrekken. Anders dan is het gewoon zonde, want in dezelfde tijd kun je ook de goede dingen doen. En dan kijk ik heel sterk als designstratege naar wat heeft een business nodig? Welke doelstellingen willen zij behalen? Wat zijn de gebruikers? Welke mensen zijn er? Hoe zien ze eruit? Wat is hun leefomgeving? Hoe bewegen ze zich? Wie zijn het nou eigenlijk? En daar in het midden, die overlap, daar zit user experience design of beleving. Of, nou ja, soms heeft het ook die terminologie, ik weet het niet, ik noem het vooral de beleving. Zorg dat je dicht bij de mensen gaat zitten waarvoor je het maakt. Hoe je het dan ook noemt. User experience design, ja. En dit is, nou ja, dit is echt wel een quote, neem me mee. Maak het bruikbaar, maak het echt noodzakelijk. En als dat is, maak het dan mooi. Dus beweeg in iteraties, maak kleine stapjes. Maar mooi, dat is zo'n subjectief begrip. Iedereen vindt wel heel snel iets van kleurtjes en beelden. Maar uiteindelijk is de beleving dat het gewoon werkt, dat het snel is. Dat het doet wat het moet doen, belangrijker dan dat het kleurtje aansprekend is. Dat komt later. Hoewel dat wel het eerste is waar mensen heel makkelijk een mening over kunnen hebben. Maar probeer dat vooral tot zo laat mogelijk in het proces pas te betrekken. Anders heb je een mening op basis van de buitenkant. En het gaat toch eigenlijk, ja, toch om die binnenkant. Maar dat het gewoon werkt en dat het past. En als designer is dat misschien bijzonder om te zeggen, omdat je toch ook juist vaak de buitenkant van iets vormgeeft. Maar nu vaker ook met de apps en alles wat we ontwikkelen en services, dan zie je het misschien niet eens meer. En is die bewustwording van een design is er niet zo. Mensen willen gewoon dat het snel is en werkt op een mobiel en dat het doet wat het moet doen. Toen jullie hier naartoe kwamen, hadden jullie vast wel een definitie van wat UX design is. Wat jullie ervan verwachten, ik ben benieuwd. Zou je het willen delen? Alle begrippen die ik nu zie verschijnen zijn inderdaad alle verzamelbegrippen die onder user experience design vallen. Want het is ook gewoon een containerbegrip. Dat gebruikersinterface zou ook user interface design kunnen zijn. En dat is echt op het scherm. En hoe iets werkt, ja, dat is ook beleving. Uiteindelijk is alles beleving en pluggen we dat allemaal onder één definitie. Maar fijn om te zien dat jullie wel, dat gaat over de klant. Klant staat centraal, user-centered, human-centered design en gebruiker. Denk aan de gebruiker en aan de beleving. Human-centered design. Ik wil eventjes een filmpje laten zien. Is geaccepteerd en alles wordt thuis afgeleverd, dus het is helemaal in orde. Nou, hartstikke fijn. Ja, oké. Veel plezier ermee. Ja, tot ziens. En fijne dag. Dag. Tevreden klant? Oh, jazeker. Mijn enige. Je enige? Ja. Ik heb een stuk of 40 gehad vandaag. Oh ja, maar dat zijn er weer €600.000 afgetikt. Ja. En heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, hij vroeg me een vishaakje, dus heb ik hem een kleine, een gewone en een grote verkocht. Ja. Ja, en je kan natuurlijk niet gaan vissen zonder vislijn, dus heb ik hem daarbij een korte, een gewone en een lange verkocht. Ja, maar lieve schat, dan zit je nog lang niet op €600.000. Nee, wacht. Hij zei dat hij wilde gaan zeevissen, dus heb ik hem meegenomen naar de afdeling boten en heb ik hem daar een leuk kottertje van 15 meter verkocht. Ja, maar de beste man, die rijdt dus een Volkswagen, hè? Ja, en jij en ik weten allebei dat je daarmee geen kotter naar de zee krijgt, toch? Ja, dus heb ik hem meegenomen naar de autoafdeling en hebben een Range Rover verkocht. Tel maar op, toch? En dat allemaal terwijl hij kwam voor een vishaakje? Oh nee, hij kwam voor een doos tampons voor zijn vrouw. Tampons? Ja, dus ik zeg tegen die man, Ik zeg, met zo'n weekend voor de deur kun je beter gaan vissen. Ja, dat. Dus daarom zit ik graag met een klant. Gewoon om goed te luisteren. Wat heb je nou eigenlijk echt nodig? En wat kunnen we dan voor je bedenken? Want die eerste vraag is misschien niet zo heel spannend. Maar wat erna komt wel. Dus probeer dat duidelijk te maken en zichtbaar. Dan kun je user experience design, human-centered design goed toepassen. Dit is wat je eigenlijk doet, of wat ik probeer te doen. De business, de users staan aan de andere kant. En design kan het bruggetje slaan. Design in de breedste zin van het woord. En hoe we dat doen is inzoomen, uitzoomen. Want zoals ik ook in de introductie al zei, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Er komen er heel veel vragen op je af. De tijdschrift is altijd eigenlijk enorm. Er moet van alles gebeuren heel snel en in een hele korte tijd. Maar met je gezicht erbovenop, dicht in het bos, je ziet gewoon echt helemaal niks meer. Zoom ook eens uit en kijk naar de details, kijk naar wat er echt is, waar het uit bestaat. Wat zie je nou echt? Inzoomen, uitzoomen, continu en waarom vragen stellen. Soms tot vervelend aan toe. Er wordt eens tegen me gezegd, je lijkt nog wel een kleuter. Dan denk ik, nou, dat is op zich een compliment in de context van mijn werk. Want ja, ik stel zo vragen waarom, vraag zodat ik echt weet wat nou de kern is en wat je me echt vraagt. Hoe? Dan, zo bijvoorbeeld, leer je eindgebruiker kennen, maak hem zichtbaar, ga schetsen. Ik kom graag met schildstiften en papier langs, want ja, we maken applicaties, ja, het is code. Maar gewoon creatief bezig zijn met papier, met schildstiften. Iedereen snapt hoe dat werkt. Hoewel toch iedereen altijd eerst zegt in een creatieve sessie, maar ik kan helemaal niet tekenen. Maar dat doet er dus gewoon niet toe. We gaan persona's creëren met elkaar. Dat is altijd al heel erg fijn. We gaan gewoon de schermen tekenen. We gaan wireframe. Eigenlijk gaan we alle ideeën die in de hoofden zitten zichtbaar maken. Want als ik nu zeg, neem een boom in je hoofd. Dan hebben we hier een hele zaal vol met een bos wat heel divers is. We denken allemaal anders daarover. Dus door het zichtbaar te maken op deze manier. En dat kost helemaal niet zo heel veel tijd. Ja, je moet de tijd voor inruimen. Aan het begin, maar dan heb je ook wel je rode lijn die je elke keer mee kan nemen gedurende de ontwikkeling en je weet gewoon, voor hem maak ik het. Dit zijn zijn wensen, dit hebben we inderdaad gezien aan het begin, dus hou dat vast, een soort lifeline. Open deur, deze hoef je op zich niet te willen. Dit is natuurlijk ook wel echt beleving, welke zorgt er nu voor die doorbraak. Waar werden we opeens allemaal blij van? Nou ja, dat is wel duidelijk, lijkt me. Het succes van Apple ging sky high toen zij met deze kwamen. Ja, maar ik denk dat je het wel in een tijdspad moet stellen. Ja. Nummertje A. Nu wil je er misschien wel heel graag hebben. Nummertje A was toen de tijd ook. Ja, ja, dat klopt. Ja, absoluut. Maar dat is ook eigenlijk wel een beetje... het haakje ook in mijn verhaal is, je moet het altijd in de context zetten. Dus ook als je zichtbaar maakt, zoals ik net die persona's liet zien, dat is leuk, maar je kan er niet 10 jaar op voortborduren. Dat kan dan weer niet. Want mensen veranderen heel snel, technologie verandert, dus je moet er wel meegaan. Maar het geeft je wel even de houvast om weer verder te kijken. Wonderland, dit is ze, Alice in Wonderland. Mijn allerfavorietste boek. En jullie hebben vast ook allemaal jullie eigen wonderland. Jullie beleving van de wereld om je heen. Als je op je telefoon kijkt, de telefoon die je überhaupt in je tas hebt zitten. Alles wat je doet om je heen, alles wat je om je heen verzamelt, dat is beleving, dat is jouw wereld, dat is jouw eigen wonderwereld. En wij kunnen daar een stukje aan bijdragen door de juiste dingen te maken. En dan goed op de context te letten en de tijdsgeest die er is. Daar heb ik ook een filmpje van. Je ziet het niet zo goed, hij is donker. Er ligt een boek voor hem. Op het tafeltje ligt een boek. Ja, ben je er? Ja, ben je eruit? Ja, ben je zitten? Ja. Ja? Ja, ze zijn ja, ontingen in Polen. Ja, beklart me. Jag håller på att lägga om till ett helt hus och sen vad ska alla ha ett på en gång? Så du kommer inte in i den eller? Nej, den ligger där. Har du försökt att öppna den? Öppna den? Alltså, hvis det hade varit så enkelt så hade jag blivit tillkallt helpdesk, hade jag väl? Nej. Du har gått på en gång? Nej, det ska jag kompromera. Du bara gör... Så? Ja, då är vi igång. Ja, så långt kom jag också. Okej. Den så stoppet upp och så var jag rädd för att någon av texten skulle försvinna. Så jag tulte om bilen. Ja, okej. Nej, men du skjønner at inne her så ligger det kanskje flere hundre sider til å lage teksten. Så for å komme videre så tar du tak i ett og ett ark på den måten her. Og så blar du over på neste side. Da fortsetter teksten der. Det blar altså. Du blar. Men jeg skal tilbake da. Ja, da blar du tilbake. Jeg vet om der. Der, da er du tilbake til den teksten du hadde sammen. Ok, så den slutter der. Og så fortsetter den der. Ok, men når jeg skal avslutte for hva jeg gjør da? Da bare står du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er nokket her, ligger alt lagret inni der. Jeg risikerer ikke å miste noe av teksten der. Ja, alt ligger lagret inni der. Det virker du setter fyr på, eller ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er jo. Ja, men jeg vil følge for det går. Jeg må gå inn en gang til. Altså, jeg åpner. Sånn. Og så, hva har du katt det? Blar. Jeg blar. Blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott. Det er kjempe. Ja, men du, ikke sant? Nå er det sånn igjennom, for jeg har ikke åpnet den. Åpne fra den andre siden. Så det er ikke likegyldig det her. Åpne fra den siden her. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du ikke manualen eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Å ja, den ja. Ja, men ikke sant, det er noen samme problemer. Får du ikke opp? Ja, dat. Denken we nou echt, hè, hoe kan het? Maar dat is de context van die mensen. Als je niet weet hoe iets werkt, dan kan je het ook niet makkelijk gebruiken. Je moet het even weten. En user experience design kan je helpen om dat gewoon die belevingswereld goed in te duiken van zo'n gebruiker. En het dan zo te maken dat die ontvanger ook snapt, ah, oké, zo moet ik het gaan gebruiken. En het liefst zonder handleiding. Ik ben lui, dus dat is sowieso fijn. En als de user experience goed is, heb je helemaal geen handleiding nodig. IKEA experience. IKEA doet het natuurlijk heel fijn. Iedereen kent dit bord wel. Je kunt de hele route doorlopen. En als je er wat vaker komt, weet je ook waar de gangetjes zitten om de shortcut te nemen. Maar waar word je nou eigenlijk... Wat onthoud je van je IKEA-bezoek? Onthoud je de eindeloze route? Of onthoud je eigenlijk die hotdog aan het eind, die zeg maar 50 cent kostte en 25 cent als je family lid bent. Hoogstwaarschijnlijk de hotdog. En ook niet onthoud je, of in ieder geval uit mijn eigen ervaring, ik heb een IKEA-kastje wel eens in elkaar gelijmd uit pure frustratie, omdat het gewoon echt niet paste. En ik dacht, nou oké, dan plak ik het er wel op en dan zit het in elkaar. Heel veel frustratie. En toch kom ik er nog steeds, want dat doen ze gewoon heel goed. Die beleving van IKEA sluit je altijd af met een heel positief, super goedkoop, een hotdog. En dan is het gewoon alle pijn die je daarvoor hebt gehad, de eindeloze route, het sjouwen met de spullen en het in elkaar zetten, dat vergeet je. Het kost maar 50 cent. En dat is eigenlijk heel goed nadenken over hoe werkt dat nou bij mensen. Na zo'n hele route hebben ze wel zin in iets. Na toch afgerekend te hebben bij de kassa en de hele tijd gedacht te hebben, het is goedkoop, het is niet duur. Dan heb je toch heel veel servetjes en afwasborstels gekocht en dan is het toch best wel duur geworden. Maar de hotdog is 50 cent. En die onthoud je. Dus als je op die manier werkende hersenen, als je dat toepast in de dingen die je ontwikkelt, ja, dat is de goede beleving voor je gebruiker. Weet jullie dit? Ik moest hem ook opzoeken. Mooi om te zien dat zo'n merk eigenlijk qua beleving dus uitstraalt innovatief te zijn en inspirerend te zijn. Even kijken of het mij nu ook lukt om dit zichtbaar te maken. Maar dat zien jullie niet heel erg. De goede antwoorden zijn instruct, internet, individual, inspire en inform. 5 betekenissen heeft hij daaraan gekoppeld. Maar eigenlijk is de beleving van wat hij neer wilde zetten inspirerend zijn, innovatief zijn, dus wat wel blijft hangen. Dus prima. Dus bijna gratis. In navolging van het verhaal wat ik net vertelde. Maar sta je er eigenlijk wel bij stil? En volgens mij is het voor een klant bij IKEA is gewoon hartstikke fijn. Kijk wat je allemaal krijgt, kost maar 50 cent. Daar word je toch wel lid voor. Sta je er dan eigenlijk überhaupt bij stil wat voor belangrijke data je weggeeft aan zo'n enorm bedrijf? Want het is heel aardig natuurlijk van ze. En de beleving is gewoon zo goed. Ja. Eigenlijk zegt iedereen ja erop en je deelt gouden data met een bedrijf als dit. Waardoor ze dus experiences kunnen neerzetten die kloppen. En waardoor we gewoon heel braaf precies het pad volgen wat ze eigenlijk al voor ons uitgedacht hebben. Zo ook een pretparkbeleving. Hartstikke fijn. Maar wat onthoud je van je pretparkbeleving? Onthoud je de eindeloze mensenmassa voor je of die attractie waarvoor je dus daar was? Heb ik die... Had ik die al gestart? Jammer. Ja. Wat is het verhaal hierbij? Ja. Het verhaal hierbij is als een applicatie niet optimaal werkt. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat je van alles in je winkelmandje hebt lopen slepen, helemaal fijn, misschien nog even moest denken. Heb ik nou natuurlijk wel eens dat ik denk, ik twijfel, moet het de rode zijn of de blauwe zijn, twijfel, denk, even wachten en dan crasht die applicatie of hij doet het niet. Of ik moet vervolgens een formulier invullen waarvan ik denk, nou ik word nu al moe bij de gedachte van zoveel invulvelden. Laat maar zitten dan. Ik ga wel naar de winkel. Dat is eigenlijk een gebruikersbeleving die je absoluut altijd wil voorkomen. Dat je neerstort in het winkelwagentje of waar dan ook. En dat, ja, dat is toch aan ons om een beleving neer te zetten die klopt en past bij de verwachtingen die je hebt. Want als je heel snel dingen in je winkelwagentje kunt gooien, verwacht ik als gebruiker ook, dat ik eigenlijk met een druk op de knop alles heb, betaald heb en niet al te ingewikkeld moet doen. Dus probeer ook, je wil natuurlijk dat zo snel mogelijk het winkelwagentje ingaat of mensen je website bezoeken. Maar zorg dan ook dat het verwachtingsmanagement goed is. Want anders stort je neer en ja, het is toch één keer om een goede indruk neer te zetten. Het gebeurt gewoon heel erg vaak. Dat is jammer. Goed. Nou weet ik niet wat de volgende vraag gaat zijn, dus dat is altijd fijn. Misschien is het er wel goed. Nee. Dit is er ook eentje van hoe kijk je nou naar dingen vanuit een bepaalde context. Want als ik dit laat zien, word je hier heel blij van ja of nee? Waarschijnlijk wel. Op een werkdag. Want de kans is, als er niet al te veel mensen in de weg staan, dat je hier gewoon wel snel van A naar B kunt komen. Snelweg, veel asfalt. Maar En dan word ik echt helemaal niet blij van dit idee, want het is eindeloos door de polder rijden of door het landschap. Maar als ik vrij ben en ik heb de tijd, dan vind ik dit wel een hele fijne beleving. Dan wil ik veel liever dit zien dan zo'n asfaltknoop. Dus ook in sfeerbeeld wat je laat zien, ook beleving neerzetten die gewoon past bij in welk... Waar bevind ik me nu? Ben ik vrij? Ben ik niet vrij? Ben ik aan het werk? Zit ik altijd in de bus? Probeer de omgeving van je gebruiker ook mee te nemen in wat je maakt. Dan sluit het gewoon goed aan. En dat is ook verwachtingsmanagement. De kracht van design komt dan heel sterk om de hoek kijken. Luister en kijk goed. Iedereen heeft vast wel eens een keer zijn ketchup over heel sport gegooid. Ja, dat is het product. Je kunt het ook omdraaien en zo'n fles, nou lukt het nog steeds niet altijd helemaal met die andere. Maar dit is wel het resultaat van goed luisteren naar de belevings en naar de toepassing en het gebruik van je product. Die was er al, hè? Ja. Wat is essentieel als het gaat om gebruikerservaring? Gemak. Ja, eigenlijk zijn we gewoon in een tijd aangekomen waarin alles zo snel mogelijk moet. En eigenlijk ook op mobiel al gelijk voorhanden moet zijn en binnen een uur op de deurmat liggen. Grappig om te zien dat je in alle, eigenlijk moet het aan alles voldoen. En natuurlijk moet het mooi zijn, fijn zijn, snel werken, prettig, overzichtelijk zijn. Gemak staat centraal. De rest komt later. Als we daaraan kunnen voldoen, dan vinden we de rest ook wel goed. Dat vind ik minder belangrijk. Simpel. Simpel. Mooi. Maar eigenlijk als ik dit soort vragen stel bij een organisatie, aan een directie, gaan zij niet zeggen gemak. Dan gaan zij zeggen dat het product zo groot mogelijk in beeld moet komen, dat gelijk de prijs in beeld moet zijn, dat hoe het gebruikt. Maar gebruikersgemak, dat wordt heel snel overgeslagen. Want je bent gewoon in je hoofd, in je eigen context bezig met de service of het product wat je neer wil zetten. Maar als je het aan je gebruikers vraagt, dan is het alleen maar gemakkelijk hebben. Eigenlijk heel fijn om te weten. Want dan kun je je focussen op dat stukje. En wat minder de nadruk leggen over welke letter moet ik gebruiken. Of is het deze kleur blauw of die kleur blauw. Daar kunnen we heel lang over steggelen. Maar als we dit goed doen, dan... staan we al met één stap aan de goede kant. Nou, deze is bijna niet te zien. Dit is iemand die direct afhaakt. Hij kijkt, hij denkt, dit gaat hem niet worden, laat maar zitten. Dit is wat je absoluut niet wil. Maar ik denk dat het best wel heel vaak voorkomt, want bij de dingen die we lanceren... Het is echt een kwestie van seconden. Heb je iemand wel, niet, nou, niet, jammer, hij gaat weg en de kans dat hij terugkomt is redelijk klein. Dit is wat je altijd wil bereiken. Dat mensen echt denken, nou fantastisch, geweldig, hier word ik gelukkig van, hier ga ik een feestje van vieren. En die willen we natuurlijk gewoon heel veel vragen. Van wat is het nou wat jou zo prikkelt? Waar word jij zo blij van? Wat is het feestje of het cadeautje wat jij hier krijgt, wat wij jou geven? En volgens mij hebben jullie dan enig idee waarom het vaak misgaat? Of hebben jullie eigenlijk helemaal geen ervaring met dat het misgaat? Bouw je altijd precies de juiste dingen, de juiste services, producten? Zijn jullie klanten altijd te juichen als het live gaat en kun je gelijk door gaan ontwikkelen? Of is het anders? Gepruts. Wat is geprut? Geprut. Weet je best. Zonder een goede kop beginnen aan wat je eigenlijk moet maken, gewoon gaan en rennen. Eigenlijk is het bijzonder, want eigenlijk is beleving iets wat zo dicht bij ons allemaal staat, dat snappen we allemaal. En bij het werk wat we doen vergeten we het gewoon. Vergeten we te denken dat we, ja het moet werken, maar dat het ook helemaal aansluit bij een beleving of een droomwereld die we willen neerzetten. Nou, dat vergeten we, terwijl je zelf ook dagelijks met je telefoon in je hand staat of bij je bushokje staat en denkt, waar moet ik naartoe, hoe ziet dat eruit en hoe vind ik mijn weg? Ik was vorige week in het buitenland en daar werden we wel weer heel duidelijk hoe fijn het is als de beleving goed is opgepakt als je een taal niet begrijpt. Spaans, dat spreek ik niet, dat snap ik niet, maar plaatjes snap ik wel. Dus ik ontdekte dat de busnummers op de stoep staan. Nou echt super fijn voor mij als totaal doof en blind in zo'n stad. Helemaal duidelijk. Eén klein pijltje, het busnummer en ik wist waar het was. Het is zo makkelijk soms. Dus eigenlijk is het, als je user experience wil beleven, ook wel goed om, ga eens naar Tsjechië. Ik bedoel, de meeste van ons zullen geen Tsjechisch begrijpen, we begrijpen de tekens ook niet. Ga je weg daar eens vinden en kijk wat er helpt om de juiste route te kunnen volgen, om de dingen te kunnen doen die je, geef jezelf een opdracht en ga dat daar doen. En overal waar je tegenaan loopt, zul je in je hoofd denken, als nou dit er was geweest, ja dan had ik het geweten. Of oh, als ik dit had geweten, nou die denkpaden, zeg maar, dat is eigenlijk user experience. Wees dat voordat je gaat bouwen en dan ga je de goede richting op. Politiek zit in de weg, is ook wel een mooie. Inderdaad. Vaak, dat is wel iets wat we best wel vaak terugzien. Ook daar kan het helpen om, laat het in beeld zien. Er zijn twee verschillende bloedgroepen die tegen elkaar praten, allebei hun ding willen doen, allebei hun passie hebben, maar eigenlijk ergens wel dezelfde doelstelling en uiteraard dezelfde eindgebruiker gaan bedienen. Laat het zien. Laat zien wat je bedoelt in plaatjes, want dat begrijpt iedereen. Nou, die hoorden dus bij het in elkaar geplakte kastje. Hebben jullie dat ook wel eens ervaren? Oh nee, nou ja, dat had ik wel. Iets met misschien, ik ga maar niet benoemen wat, maar ja. Je zit op programmeurs en instructies. Alleen onder hoge druk. Ja, misschien is ook meestal dat ik dat gewoon niet moet doen, dat moet delegeren inderdaad, ik hoor het al. Maar uiteindelijk komen we er volgens mij allemaal nog steeds, ondanks de frustratie die het met zich meebrengt. Dus dat doet een IKEA supergoed. En deze hebben we ook al gehad, dus die hoef ik eigenlijk niet echt meer te benoemen. Nee. Ja, nee, dat is dus dat liedje. Ja. Maar je onthoudt, gek genoeg werkt je hoofd zo, dat je alleen, je onthoudt zeg maar niet die 2 uur dat je stond te wachten voor de droomvlucht om een mooi bruggetje te slaan. Maar die, nou wat zijn het? Nou, een minuut dat je in die attractie zit, dat onthoud je. Nou, ik bedoel, fantastisch. Waar ligt dat dan aan? Want de tijdspannen die je hebt staan wachten, dat is veel belastender geweest, zou je denken. Maar ook hier is hetzelfde als die IKEA. Die hotdog is eigenlijk die attractie, dat je in die achtbaan echt, wauw, kikken. Dat onthoudt je hoofd. Dus daar, laten we proberen dat vaker neer te zetten. En deze zou je ook kunnen bedenken als je iets ontwikkelt of iets nieuws neer wil zetten. Eenzelfde product op verschillende manieren aanbieden. In een rommelige koopjeshoek, winkel met klantontvriendelijk personeel. Of in een mooie winkel waar het personeel vriendelijk is. Of in een duurdere shop als de experience uitstekend is. Wat kies je? Ga je voor de prijs? Ga je voor de beleving? Wat is wat jou... En dat Dat wordt eigenlijk ook een beetje bepaald door je context. Kijk, als je niet te veel uit te geven hebt, zul je dat genoegen nemen met een rommelige winkel. Maar als je het budget wel hebt, dan wil je gewoon zo, dan wil je een specialist tegenover je hebben staan, hoogstwaarschijnlijk. Die weet waar die het over heeft, omdat je je zeg maar ook daaraan meet. En dan ben je bereid in een wat duurdere shop te gaan kopen. Dus als je je doelgroep kent, kun je de experience neerzetten die klopt. Kun je daarop inspelen. Oh. Nou ja, dat is. Want ook het personeel is het visitekaartje. De mensen die ergens staan, ook dat is user experience design. De taal die zij spreken, de manier waarop ze je binnenhalen in de winkel, waarop ze kundig zijn in dat wat ze verkopen. Dat allemaal maakt de beleving fijn voor jou als gebruiker. En als je weet wie er binnenkomt, wat ze nodig hebben, kun je dat precies goed doen. Dus, dit is mijn wonderland. Goed luisteren, de experiences neerzetten die mensen nodig hebben. Wat is jullie wonderland? Cirkel. Nou, ik zie hier voor de organisatie van Drupal Jam een kans. Ik zou geen standjes meer met broodjes doen, maar iets met zuurkool. Maar dit is ook gebruikersonderzoek. En kijk, ja, het kost tijd, want je moet het bedenken dat je het nodig hebt, dat je het onderzoek nodig hebt, dat je het de tijd geeft in de ontwikkeling van een applicatie. Maar kijk hoe snel je feedback krijgt van degene die tegenover je zitten. Hoe snel je inzicht krijgt in wat er nodig is. Als het serieus gedaan wordt, zeg maar, weet je heel snel wat je zou kunnen doen. En dat kun je snel oppakken en doorvoeren. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om je gebruikers te leren kennen en om ze daarna te kunnen verleiden om precies te doen wat je eigenlijk wil, want dat is natuurlijk wel wat je gaat doen.